In tijden waarin het EPC-label zeer belangrijk is, maar ook de prijzen voor verwarming en dergelijke de pan uitswingen, is het natuurlijk heel belangrijk om te isoleren. Zover zijn we ondertussen al, Els. Daar hebben wij het ook al samen over gehad. Welkom. Hallo. Maar dan vraag ik me af, misschien moeten we toch prioriteiten stellen, want niet iedereen kan van kop tot teen heel het huis beginnen isoleren. En daarom zijn we hier vandaag. Laat ons even kijken naar waarom het misschien zo belangrijk is om die prioriteitenlijst goed te maken. Ja, het is zoals je eigenlijk altijd met alles doet, zeker als de dingen heel veel geld kosten, om alles eventjes goed in kaart te brengen. Wat is de toestand waar ik me nu in bevind en welke toestand wil ik naartoe gaan? Dus wat wil ik allemaal aanpakken? Want uiteindelijk, het kost gigantisch veel geld. Isolatie is ook iets wat je aanbrengt toch wel voor serieus wat jaren. Er hoort eventueel ook nog een bepaalde afwerking bij, die ook nog meestal heel veel geld kost. Dus je kan beter ervoor zorgen dat je alles eerst in kaart brengt, voordat je eraan begint en dat je weet van, dat is prioriteit, dat is minder prioriteit. Mm-hmm. En dat je het eigenlijk echt wel goed aanpakt. Dus ja, het is belangrijk van echt een prioriteitenlijst te maken. Waar begin ik aan? En wat kan ik dus later doen? Maar voor je, het gaat ook niet alleen om het isoleren. Ik moet ook eventjes nakijken. Bij je woning heb ik stabiliteitsproblemen. Die eens misschien moeten aangepakt worden. Zijn er misschien mogelijk vochtproblemen? Ja. Die je ook misschien eerst beter ervoor zorgt dat die verdwenen zijn voordat je uiteindelijk aan die isolatie begint. Maar ook voor je zomaar de weg begint te isoleren, weet op het einde van de rit ga je een woning hebben die goed geïsoleerd is, die hopelijk ook luchtdicht is. Dat betekent dat ook ventilatie heel belangrijk is. Dus je moet ook op voorhand beginnen nadenken van welk ventilatiesysteem wil ik in mijn woning plaatsen? Gaat dat een type C zijn? Gaat dat een type D zijn? Als je die ruimte hebt, is een type D het interessantste, maar niet iedereen heeft altijd die ruimte. Dus dat zijn zaken die je ook best op voorhand eventjes bekijkt en dat je ook in de prioriteitenlijst opneemt van eventueel kan ik al leidingen steken terwijl ik in die kamer bezig ben om te isoleren, om te verbouwen, zodanig dat je daar later nog altijd aan kan. Want eens het afgewerkt is, kan je daar bijvoorbeeld geen leidingen meer in plaatsen zonder terug alles te beginnen afbreken. Ook de verwarming. Welke verwarming heb ik op dit moment? Welke verwarming wil ik misschien op termijn hebben? Wil ik bijvoorbeeld naar vloerverwarming gaan? Hou je daar rekening mee uiteraard als je de vloer gaat isoleren en dergelijke. Dus dat zijn allemaal zaken die je toch wel best eventjes allemaal eerst in kaart brengt voordat je daaraan begint. In Wallonië hebben ze daar eigenlijk een prachtig systeem voor, de verplichte energieaudit, als je premies wilt aanvragen. En dat betekent dat er dan een architect of een ingenieur langskomt die eigenlijk heel die prioriteitenlijst voor jou maakt. Die gaat naar alles kijken, dus niet enkel naar de isolatie, maar ook naar die eventuele vochtproblemen, stabiliteitsproblemen, problemen met gas, met elektriciteit en dergelijke, dat allemaal in kaart gebracht wordt voordat je begint aan de werken. En die gaat dan eigenlijk voor jou die prioriteitenlijst maken. In Vlaanderen kennen we het spijtig genoeg dit systeem niet. Maar dat wil niet zeggen dat je geen contact kan opnemen. We hebben bijvoorbeeld een architect die dat eventueel voor jou kan doen. Als je denkt van, ik heb hier echt niet genoeg kaas van gegeten. En ik zou toch wel graag eens iemand spreken daarover. Eventueel wat ook een mogelijkheid is, contact opnemen met het energiehuis in jouw buurt. Daar zitten ook altijd genoeg professionals die er genoeg kaas van gegeten hebben om jou daarin te begeleiden, die je wat advies kunnen geven en die ook renovatiebegeleiding geven. Wat is ook nog belangrijk om eventjes in kaart te brengen? Welke premies kan ik aanvragen? En welke voorwaarden zijn eraan verbonden? Want ook daar merken we regelmatig, spijtig genoeg, mensen die een premie mislopen omdat ze de kleine lettertjes van alle voorwaarden niet goed nagelezen hebben. Of 2 centimeter te weinig isolatie hebben of zo. Hè? Dus dat is inderdaad belangrijk. Ja. Dat klopt. Dus dat is zeker en vast ook wel belangrijk om dat dan ineens mee op te nemen in jouw overzicht van die prioriteitenlijst. Dat je dat allemaal nakijkt, dat je keuzes maakt over het type isolatiemateriaal. Want niet alle isolatiematerialen zijn overal mogelijk. Hè. Stel bijvoorbeeld, je wilt je gevel afwerken langs buitenzijde met crepie. Dan zal je bijvoorbeeld al geen puur- of pierplaten kunnen gebruiken, want dat kan er gewoon niet op aangebracht worden. Ah, ja. Nu, puurplaten en pierplaten die hebben het voordeel dat ze eigenlijk een heel hoge isolatiewaarde hebben en je dus met een dunne laag heel snel die nodige isolatie haalt, maar dus dat is dan niet compatibel met elkaar, dus dan zal je bijvoorbeeld dan naar EPS moeten gaan. Dus dat zijn zaken waar je ook moet over nadenken, hoe je dan die ruimte hebt om die dikkere laag EPS te plaatsen. Ook de afwerkingsmateriaal die je wilt, het zal dus uiteindelijk bepalen welke isolatie je moet gebruiken of welke niet kan gebruikt worden. Dus alles in kaart brengen voor je begint is echt wel een hele belangrijke. En dan voor de rest, je hebt bijvoorbeeld kijken, een typische doorsnede
sneeuwwoning, waar gebeurde de warmteverliezen typisch. En dan zien we bijvoorbeeld daken, daar is ongeveer 30% aan warmteverlies gemiddeld gezien. Maar ook ververste lucht, dat zijn dus eigenlijk alle spleten en kieren die je hebt in een woning, die zorgen ook voor 20% aan verliezen. Muren 20%, ramen ook weer 15%. De vloer, dat is maar, als we het zo kunnen bekijken, 10%. En dan uiteindelijk ook naar de koude bruggen is ook nog eens voor 5%. En de vloer is belangrijk of het onderkelderd is of niet, denk ik, hè? Heb ik mij door mijn EPC-man laten vertellen. Een vloer op volle grond is theoretisch inderdaad verlies, beter. Maar ik begreep het niet zo goed. Maar dat komt dus omdat op volle grond is eigenlijk iets beter geïsoleerd dan op een kelder, klopt. Maar dus we hebben wel een soort algemene prioriteitenlijst die we kunnen meegeven. Als ik goed begrijp, dan zie ik 30% daken. Dat was het hoogste percentage op de tekening. Dus begin met je dak. Ja, dat klopt. Dus in de meeste gevallen zal het zo zijn dat je best met je dak begint, want daar zijn de grote winsten te halen. Of geef daar je prioriteit aan, hè, als je toch een keuze moet maken. Ja, als er dus nog niks van isolatie in je dak is, geef daar inderdaad de grootste prioriteit aan. En zeker vaststel dat er nu een lek in je dak is, dan is het uiteindelijk ook logisch dat je daar zeker en vast begint om de rest van de woning geen schade toe te brengen. Nu, als je kiest voor het dak, kan je eventueel, in het geval van een hellendak, en stel dat je daar nog een zolder hebt die nog niet ingericht is, heb je daar dan de keuze tussen, ga ik het hellende dak isoleren of ga ik misschien de zoldervloer isoleren? Dus daar moet je dan ook weer gaan overwegen van, wat ga ik met die zolderruimte doen, nu en op termijn? Dus daar kan je de keuze maken. Stel dat je die zolderruimte op termijn wilt inrichten als slaapkamer, omdat er gezinsuitbreiding opkomst is. Dan ga je denk daar al over na. Ja, voilà. Ja. Denk daarover na op termijn. Dan ga je het hellende dak best isoleren. Nu gaat dat misschien nog 10 jaar duren, dat die daar toch nog leeg staat. Dan kan je misschien beide doen. Zowel de zoldervloer als het hellende dak. Dan is het hellende dak klaar. En ondertussen wordt de warmte eigenlijk gestopt ter hoogte van de zoldervloer. En dat is ook geen verloren werk. Want uiteindelijk die isolatie die je dan tussen de houten vloer plaatst bijvoorbeeld, dat is ook ideale akoestische isolatie voor later dus geluidsoverdracht tussen de kamers te voorkomen. Mm-hmm. Nu stel dat we voor kiezen voor dat hellende dak, dan moet je ook nagaan, bijvoorbeeld is er al een onderdak aanwezig. Als er dat niet is, dat betekent dat eigenlijk al de dakpannen eraf moeten en dat er een onderdak moet geplaatst worden en die dakpannen terug. Dus als die in goede staat zijn, is dat eigenlijk wel een beetje zonde, verloren werk, grote kost. Daar bestaan ook wel tussenoplossingen voor. Je kan eventueel een tijdelijk onderdak plaatsen. Langs de binnenzijde, die ongeveer 10 à 15 jaar toch kan meegaan. En tegen dan is misschien wel die dakpan aan vervanging toe. Dus dat kan je zo een beetje de termijn uitstellen. Dat zijn ook allemaal zaken die je best bekijkt, dus in die prioriteitenlijst. Mm-hmm. Wat je ook zeker vast moet meenemen, zijn de doorgangen door het dak. Want ook dus later, als je bijvoorbeeld die ventilatie wilt aansluiten of je moet zonnepanelen nog plaatsen, dan ga je doorgangen door het hellende dak bijvoorbeeld moeten voorzien. Ja. Voorzien je ook ineens direct, zodanig dat dat ook perfect luchtdicht afgewerkt wordt. En dat darmscherm niet later nog eens moet doorboord worden. Ah ja, uiteraard. Ja. Ik denk aan elektriciteitskabels en andere dingen. Ja, voor die bijvoorbeeld zonnepanelen. Het tweede hoogste was dan muren en ramen. Mag ik zo logisch verder gaan? Muren was 20%, ramen 15%, samen 35%. Ramen had ik hoger verwacht trouwens. Het is uiteindelijk een gemiddelde natuurlijk. Het hangt er vanaf. Als je veel grote ramen hebt, dan gaat het uiteraard veel meer zijn. Dus het zijn gemiddeldes. Ja. Maar dus die kan je best inderdaad ook tezamen aanpakken. Veel mensen beginnen al eerst misschien soms met ramen te vervangen en denken er later over na om hun muur te isoleren. Best kan je die ook samen eigenlijk gewoon ineens aanpakken, want dan ga je ook voor een goede verbinding zorgen tussen de gevelisolatie en het raam, zodanig dat daar ook de koude bruggen maximaal aangepakt worden. Mm-hmm. Wat ook belangrijk is, dat je als voor het ventilatiesysteem C zou gekozen hebben, omwille van een beperkte plaats, dat je geen ruimte hebt voor een D-systeem. Vergeet daar zeker vast die raamroosters niet in de droge ruimtes. Dus dat is ook wel heel belangrijk om de ventilatie waarover we het ook al hebben gehad. Ja, dat klopt. Absoluut. Oké, en dan als laatste de vloer. Ja, de vloer die was dan nog een 10%. Ja. Maar zeker vast ook niet geen vergeten. Prioriteit. Misschien geen prioriteit voor veel mensen, maar uiteindelijk, het is toch altijd
nuttig om die ook ineens mee aan te pakken. Het is veel aangenamer aan de voeten, als je op blote voeten in huis rondloopt, als die vloer geïsoleerd is. Als je vloerverwarming wilt, is het sowieso een must om daar te isoleren. Heb je een vloer boven een kelder en je kan misschien niet voldoende ver uitgraven, want dat is dan meestal wel een technisch probleem, dan kan je misschien eventueel via de kelder isoleren, als er uiteraard nog voldoende ruimte is daarna om er in de kelder te kunnen rondlopen, uiteraard. En dan hebben we in feite eigenlijk het volledige huis aangepakt. En als we dan effectief heel goed gewerkt hebben volgens de regels van de kunst, dan betekent dat ook die 20% via de spleten en de kieren en die 5% van de koude bruggen, dat die mee aangepakt zijn. Ja. En dat we eigenlijk een woning hebben die perfect geïsoleerd is, perfect luchtdicht is en de warmteverliezen eigenlijk heel minimaal zullen zijn. All right, fantastisch. Merci Els. En dit kunnen we allemaal terugvinden op testaankoop.be. Daar is een hele part of our website over isolatie en die prioriteiten. Hè? Ja, klopt. Dus fantastisch. En nog veel, veel andere dingen heel trouwens. Veel. Als je van plan bent om te renoveren, dan zou ik toch al een paar uren uittrekken om op onze site helemaal los te gaan. Dus abonneer je zeker, mocht dat nog niet het geval zijn. En ik wens u nog een zeer fijne dag toe. Tot een volgende keer.